En ik moest met mijn vader in een bed slapen, Thijs. <laughs> nou, ik had, dat, dat trek ik gewoon niet, weet je zo. En mijn pa was ook echt zo'n heel Zo'n ongemakkelijke, lange, slobberige onderbroek, weet je die je toen nog had, van sisser. En ik was natuurlijk een, een jonge, dacht ik, viriele persoon. En, en daar staat mijn vader uh, uh, ongeveer op mijn leeftijd, denk ik, of iets ouder al. En hij staat voor dat bed. En, uh, en ik sta daar ook, hè, als een ongemakkelijke puber. En hij knielt. Hij knielt voor het bed, vouwt zijn handen en bidt in stilte. En ik stond er als een volstrekt ongemakkelijke, alle kanten op groeiende kwiebus, uh, uh, sta ik te kijken naar een vader die knielt voor mij ook. En op dat moment laat zien. Hij knielt voor God, Stef. Ja, maar fysiek ook voor mij. Ja, je okay. ziet je vader knielen ja. voor je, man. Ja. Dus ik denk, wat doet hij nou? Want hij maakte zich niet alleen klein voor waar hij in geloofde, maar fysiek ook voor mij op dat moment. Want ik sta daar als, en sloeg mij natuurlijk alle wapens uit handen, zonder dat hij dat bewust deed. Maar hij liet alleen zien: dit is wat voor mij belangrijk ja. is. Jongen, jij mag jou weggaan, maar dit is voor mij belangrijk.